Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 23 februari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag als het lukt een SSTV-plaatje en uiteraard Morse telegrafie. Omdat ik het tot vrijdag over een week wat drukker heb dan anders, moet ik kunnen terugvallen op iets wat voor mij niet zoveel tijd kost. Als er niet veel nieuws is, kan het zoeken naar berichten soms veel langer duren. Vandaag had ik bijvoorbeeld veel moeite om nieuws te vinden. Vanwege het eerdere succes van de serie over de Lincolnshire Poacher en de series over cryptografie, heb ik een nieuwe serie over dat onderwerp, namelijk de geschiedenis van de cryptografie. Hij is opnieuw in het Engels en een zorg die ik een beetje heb is of de geluidskwaliteit wel goed is. Die is niet helemaal fantastisch, maar volgens mij gaat het wel werken. Vandaag de eerste aflevering van die serie, die met name over de cryptografie gaat tot aan de jaren 50. Webwereld heeft een artikel onder de titel 11 tips om je trage internetverbinding te versnellen. Tip 1 is vervang je router. Blijkt dat veel mensen een stokoude router gebruiken, dus het is minder een open deur gedachte dan het in eerste instantie lijkt. Tip 2 is het uitschakelen van alle stroombesparende maatregelen in je router. Een goed milieu is funest voor je bandbreedte, zo is de conclusie. De eco-mode moet dus uit. Ga er echter wel verantwoord mee om. Een enkele zoekactie via de website Google kost evenveel energie als het van stilstand optrekken van een personenwagen. Ja, en dat is niet overdreven. Deze informatie kwam van Google zelf, volgens Wikipedia. Tip 3. Let op de natuurwetten. Dit lijkt me meer iets voor PD4 RLB, maar goed bedoeld wordt de afstand tussen de wireless router en de gebruiker. En vooral wat zich in de ruimte tussen die beide in bevindt. Tip 4 is een typische zendamateuroplossing. Vervang de antenne. De aanbevolen lichtantenne lijkt me echter een beter idee voor de gebruikers dan voor een router die door meerdere mensen gebruikt wordt. Maar daar is een lichtantenne bij die gebruikers dus praktisch vaak weer onhandig. Tip 5 sla ik maar even over. Maar tip 6 is een interessante. CPU's zijn tegenwoordig zo snel dat die gerust tot in het gigahertz bereik uitstralen. Doordat CPU's tegenwoordig vaak afhankelijk van de behoefte schakelen naar een andere kloksnelheid, kan daardoor QRM zich ook verplaatsen, waardoor bij automatische kanaalkeuze ook de wifi router steeds QSY gaat. Want ik sla er weer eentje over en tip 8 is ook weer een open deur, verander het kanaal. Net als tip 9, ga naar 5 gigahertz. En tip 10, daar had ik zelfs nog nooit van gehoord. Stel je router in om met intervallen van 20 megahertz te zenden, om zo een haperende verbinding te voorkomen. Tip 11 is om je hele verbinding nog eens goed door te lichten met een benchmark tool als iPerf. Ja, dat is nu het onderwerp over cryptografie al aan de beurt. Daar komt ie. We're at a secret location somewhere in Maryland, inside a guarded warehouse. What dark secrets do these numbered crates hold? Why, when Nova asked to film here, did national security officials provide this footage rather than reveal the location or the contents of this warehouse? The answer is inside this crate. It's being opened at our request for the first time since the end of World War II. It contains a machine known as the Purple Analog. This remarkable piece of equipment helped win the war. It enabled American codebreakers to read top secret Japanese messages from months before Pearl Harbor to the end of the war. To understand just how remarkable an achievement this machine was, we have to go back 40 years and halfway across the world to Edwardian London. This is the Admiralty, headquarters of the British Navy. It's looked much the same for 200 years, until a subtle change at the turn of the century when a web of antennae was installed on the roof. Radio had just been invented. Orders could now be issued directly to warships in distant corners of the world. But the use of radio brought a new threat. Radio, or wireless telegraphy, when it came into being at the turn of the century, turned out to be a great boon for navies. It enabled operational headquarters to control ships far away at sea. But radio had an enormous disadvantage in comparison to this advantage. Namely, it turned over every message that it sent to the enemy. How were they to eliminate this leakage of information? They began to use codes and ciphers to protect them. But on the other side, the enemy, to gain access to this information, developed code breaking. And it became, in World War I, for the first time, an important instrument of war. As the British High Command eavesdropped on the flood of German Navy signals, it began to lay the foundations for a new intelligence gathering arm. Radio
Room 40 at the Admiralty became the birthplace of modern code breaking. In Room 40, a group of aspiring code breakers recruited from Oxford and Cambridge universities began to master their new trade. Almost immediately, they had a lucky break. In August 1914, the German cruiser Magdeburg was boarded by the Russians in the Baltic. They captured the German Navy's current codebook and sent it to their British allies. The codebook contained 34,000 words and phrases used to issue orders to German warships and the three-letter or five-digit code groups that represented them. With this document, the code breakers in Room 40 could now understand the structure of German Navy codes. For the remainder of the war, they were able to read coded German orders and warn the British Navy whenever the enemy fleet put to sea. It was code breaking's first great victory. But not all of Germany's coded messages went by radio. Some were sent by transatlantic cables that still ran through London. British intelligence routinely tapped these cables, and all coded messages were sent to Room 40. In January 1917, a long telegram was sent from Berlin to Washington on an American-owned cable. Room 40 found that it was encrypted in a German diplomatic code and addressed to the German ambassador in Washington from the German foreign minister, Arthur Zimmermann. British codebreakers attacked the telegram and soon had a partial text. The words leapt from the page. Unrestricted submarine warfare. Alliance with Mexico. War with the USA. The head of Room 40, Admiral Blinker Hall, realized that the telegram might bring America into the war, but how to let the Americans see the message without revealing that Room 40 had been tapping American cables? Then the German ambassador in Washington sent a copy of the cable to the German embassy in Mexico City. British intelligence picked that signal up, and to shield its code-breaking activities, London invented a story about capturing the telegraph in a Mexico City break-in and revealed the full text to the USA. The Zimmermann telegram was dynamite. Mexico was to declare war on the USA and receive financial support to recover lost territories in Texas, New Mexico, and Arizona. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer.